Kanban worden veel mensen als een alternatief voor Scrum gezien. Dat is het deels ook wel, maar het is veel beter geschikt voor een situatie waarin je regelmatig of continue flow van changes en een continue flow van nieuwe releases hebt. Het zijn allemaal prachtige projecten. En als dat dan klaar is, dan landt dat in een organisatie en dan valt het kosten pletten. Of het verzuipt weer langzamerhand. Het team die als eerste klaar is, krijgt 10.000 euro extra. We gaan ook de tussenscores bijhouden op het bord. Dus dan kunnen we goed even de competitie bijhouden. Nou, waar jullie vast over na mogen denken, is een naam voor jullie team. Die is de projectmanager. Als er niemand staat, dan pak ik met de rol van projectmanager. Ja, en dan is ook voor de doorlaat. Goed de flow erin zitten. Kijk echt goed naar poolmechanismen. Dat verdient zich inderdaad op terug. Dat zie je ook hier. En de waren ze ook als eerste klaar. Team met open. En die werd zich ervan bewust. Hey, wat gebeurt er nou als ik een wens indien? Tot opleving, wat zit er nou tussen? Daar ben je zich heel erg van bewust. En dat is een heel belangrijk punt om een stukje awareness daarbij te krijgen. Als dat soort kwartjes vallen, dan heb je heel veel goud. Andere team die. Ik weet niet wat die hebben gedaan. En dit team dat die heeft ook opnieuw reset.